Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MacPixel. Een hele leuke, kleine, korte serie met leuke puzzeltjes. En of ik het deze keer goed ga doen, we gaan wel in chapter 4. En dat betekent dat we weer een niveautje hoger gaan, of juist niet. Het is echt, je weet het niet bij MacPixel. Tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Zo jongens, en we komen aan bij chapter 4 en locked, cat in all rounds. Hebben we gelokt? Wat heb ik gelokt? Je moet die round 1. Oké, we moeten de bordjes pakken. Eerder mogen we niet het huis binnen, ik ben heel benieuwd. Chapter 4, round 1, nuclear tripping. Klinkt heel gevaarlijk, klinkt dan geraus. We zien de toren van Parijs, ik ben benieuwd. Er staat natuurlijk, bonjour, hallo, madame, kan ik helpen met uw hoofdpijn? Ik schop tegen uw hoofd aan, maar dat heeft geen nut. Ik pak deze knoppen, daar is ook niks aan de hand. Kan ik iets anders pakken dan uw snor? Heeft u een snor verloren, meneer? Ik kan hier echt helemaal niks doen. Wat? Oké, chapter 4 wordt pittig. Ik heb het gevoel, chapter 4 wordt pittig. Ik zie een dino als icoon en een stad. Dat betekent dat er een dino... Powerpuff Girls! Ik pak de putdeksel op en ik gooi hem naar de... Oh, nee! Hij gaat me eten! Wat? Oké, dat had geen nut. Ik had gehoopt dat... Ja, een dino eet heel veel, dus dan eet hij ook explosieven. Maar dat was dus niet zo. Even kijken. Een mummy en een dynamiet. Dit is echt heel pittig, want kan je de dynamiet gewoon oppakken en aan hem geven? Dat lijkt me heel sterk, zeg maar. Pak maar, waar moet de dynamiet? Moet je achter een bepaalde glas of muur of zo? Wat moet ik doen? Moet ik het aan hem geven? Ik snap er niks van. Wat? Dit is heel moeilijk. Een giraffenhoofd. En geen UFO. Ik zie een fles drank. En heus kan je al deze... 1%. Oh, dat valt me... Heb ik het gered? Ja, dat was hem, hè? Oh, yes, we hebben de eerste gedaan. Nou, dat valt nog wel mee. Die was best wel simpel dan. MacPixel. We zitten weer bij een astronaut. En weer van die hele aparte knopjes. Oxygen, is dat goed? Nee, dat is zeker niet goed. We moeten iets anders bedenken. We zijn ook ons punt en het Witte Huis. En zelfs de toren die danst op de maat van de muziek in MacPixel. En de president staat hier met een bom. En ik ben benieuwd wat... Oh! Oké! Als je de bom pakt, word je gelijk gepakt door een terrorist. Want dat het denk ik dat een aanval is. Oké, daar mogen we dus niet aan zitten. We gaan terug naar de Parijs. Wat kunnen we hier doen? Want ik vat het helemaal niet zo erg. Ik kan hier niet zoveel doen. Kan ik hier iets oppakken of zo? Ik kan hem alleen schoppen. En hij heeft ook geen armen. Oh ja, dat armpje hangt ernaast. Moet ik hier niets doen? Jezus. Kan ik ook daar niks pakken? Ik weet hier niks, echt niks te doen. Ik weet het niet. Ik snap er niks van die. Wauw. We gaan naar de dino. Hadden we daar al een probleem? Nee, we hadden nog niet het probleem gevonden. Ik geef het deksel aan... Een van de vrouwelijke Powerpuff Girls. Ook niet. Nee, dat pakt hij niet. Nee, ik moet de Powerpuff Girls inschakelen, want dit helpt niet. Nee, dit wordt hem niet. Dit wordt hem echt niet. We gaan door met de piramide. Een hele eenzame piramide, want er staat alleen. En ik denk dat we een steen moeten openen. Ik vind het echt heel ingewikkeld. Wat kan ik doen hier? Ik heb een dynamiet. Moet ik de dynamiet ergens instoppen? Ik weet niet waar. Moet ik hem geven aan hem? Maar hij neemt hem niet aan, zeg maar. Oh, wat? Die steen! Onthouden, die steen! Oké, die steen gaan we onthouden. Dat is een secret steen. Een geheime doorgang. Ik pak deze. En die geef ik aan hem. Oh! Holy crap, zijn reet is eruit gescheurd. Wat komt eruit, vieze...
diarree shit, waardoor het nog erger explodeert. En met gassen. Gassen in de ruimte, dat is echt niet goed. Het Witte Huis. Dit zijn hele pittige levels, maar ik geloof dat... Holy shit. Oké, ik heb op het gordijn geklikt. Gaat er iets gebeuren? Neem ik serieus de bom mee? Oh, oké. Nou ja, het heeft ons wel gered. Ik heb alweer de dag gered vandaag. Ik voel me weer trots. Deze weet ik niet. Deze is echt heel pittig. Oh, meen je dit? Ik pak nu in één keer gewoon... Ja, maar het helpt toch niks nu. Heel pittig. Heel pittig. Powerpuff Girls, ik ga eens naar de groene. Wat doet de groene? Kan ik die geven aan hem? Oké, hij eet het groene meisje op. Nee, dat helpt niks. Ik ga dan de roze proberen. De eenzame piramide. Oh ja, wat hadden we hier wat gevonden? Steen. En dan gaat daar wat open. Waardoor de teen of de diamiet naar beneden zakt. En het hele mysterie... Wat? Wat is er mis? Deze pakken we op. En die zetten we op dit ding. Kan dat hierop gezet worden? Ja. Ja. What's wrong with this game? Wat is er verkeerd aan? MacPixel. Holy crap. Was hij serieus de dader? Oh my god. Franse mensen niet te vertrouwen. Oh my god. We hebben weer eentje gehaald. We komen dichterbij. Ik ga nu de roze pakken. En die douw ik hier in de put. Kan dat? Ik weet niet zeker als ik hem roze geef. Wat? Oké. Nou, dan gaat het dus om de middelste Powerpuff Girl. Hoop ik. Hier snapte ik niks van. Ja, één steen was gekleurd. Ik denk toch dat ik hier wat mee moet doen, hoor. Ja, ik snap daar niks van. Astronauten. Wow! Helpt dat? Wat? Oké, dat was hem. Nou, beter. Nu hebben we nog twee. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij om. Want ik heb het gevoel dat ik niet verder kom. De blauwe. Ik ga de blauwe pakken. En die geef ik aan hem. Holy crap. Dat is gewoon de oplossing. Je zal altijd zien dat ik de laatste pak. En deze wordt echt pittig. Dit wordt de laatste. Ik denk dat je deze moet oppakken. En nu? Ik snap er geen reet van, mensen. Ik snap hier geen reet van. Ik ben mijn bonusronde kwijt. Alleen deze zit ik vast mee. Wat zouden we kunnen doen om deze puzzel op te lossen? Holy crap! Holy crap! Oké. Die wist ik, zag ik niet aankomen. We hebben hem wel gehaald. Wauw. Oh, daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. Wauw. Mensen, dit was best wel een pittige aflevering, vond ik zelf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En tot de volgende keer, want dan gaan we verder met MacPixel. Vincent, red de dag. Ja. Yeah.